Biotown. Hallo mensen van Biotown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe Rick's avonturen vanaf Feed. Vandaag gaan we ouders interviewen over hun favoriete YouTuber. Let's go! Rick's avonturen. Goedendag meneer. Hi. Wie is nou uw favoriete YouTuber? Ik moet heel eerlijk zijn, ik ken er helemaal niemand van. Niemand? Nee, helemaal niemand. Niemand? Nee, helemaal niemand. Gewoon lekker een beetje chillen op een bankje. Ja, ik ben met een paar kinderen mee en vriendinnen van bij mijn zoon uit de klas. Wel een goede ouder dus. Nou, ik vind het wel gezellig hoor. Ik vind het wel leuk om te zien. Nog wat aan te merken op het evenement? Nee, ik vind het is mooi overzichtelijk. De kinderen kunnen hier goed rondlopen. Ik vind het perfect. Goedendag mevrouw. Dag meneer. Wie is nou uw favoriete YouTuber? Van mij. Ja, favoriete YouTuber. Sorry, geen. Geen? Geen. Geen favoriete YouTuber? Nee, sorry. Helemaal niks kijken op YouTube. Helemaal niks. Nee, ik kijk daar niet naar. Waarom niet? Ik heb andere hobby's. Zoals? Ja. In ieder geval geen YouTube. We hebben op YouTube ook video's over breien en zo. Dat... Hey, oh, dat zie je mij vooraan. Nou, sorry. Daar heb ik ook het geduld niet voor. Sorry. Nee, mijn dochters die volgen van alles. Is het hier aan de overkant? Nee, die van mij die is de hot op. Weggelopen? Ja. Goedendag meneer. Ja, eet maar even door hoor, dat is niet erg. Dank het. Hi. Wie is nou uw favoriete YouTuber? Ik begrijp Noah. Noah, dat is, die moeten we kijken. Noah kijken. Wordt hier ja geknikt. En Cinemates. Cinemates ook, ja. Maar bij deze Cinemates 2, Noah 1. Geen Enzo Knol ofzo? Ja, Enzo Knol. Enzo Knol ook? Enzo Knol komt wel eens voorbij. Vader kent ook graag Enzo Knol, ja. Ja, die komen ook uiteraard wel voorbij. Ja, daarom bent u ook natuurlijk. Ja, ik ben ruggensteun en ondersteuning hier. Hè. Dus wij zitten meer in de ouders met koffiehoek. Ja, precies. Daarom ben ik hier ook. Ik ben hier in de ouders met koffiehoek. Ja, maar dat bevalt hier best wel goed. Het is wel een leuk evenement. Dus, Ik zie jezelf mensen gewoon de krant lezen. Dan denk ik, ja, dat zijn allemaal bekende YouTubers, ga je de krant lopen lezen. Nou, maar wij zitten andersom. Maar wij kijken naar het evenement. Hè? Dus we hebben de juiste opstelling hier. Is het leuk op Facebook? Ah, dat is echt zo leuk. Ja? Leuker dan hier? Nee, dit is ook echt onwijs leuk. Maar ik ken ze allemaal niet. Helemaal niemand? Ja, een paar stuk tv, maar dat duurt nog even voordat ze komen. Zijn ze er al dat je weet? Ik weet het niet. Ken jij er weer niet? Ja, die ken ik wel hoor. Gelukkig maar. Ik zal ze even bellen. Ja, doe dat even. Je hebt mijn nummer hè? Verder geen... Op de foto met stuk tv en met Giel zijn moeder. Ik u ook. Ja. Kijk op de foto met stuk tv. Stuk tv wil ik even op de foto. Ja, dat vind ik echt geweldig. En ik hoop dat Giel zijn moeder er is. Vind ik zo'n leuk mens. Een leuk mens, ja. Echt een heel leuk mens. Giel's moeder, jullie horen het hier. Beste YouTuber, Giel's moeder. Hey. Hallo. Was goed? Ja, zeker. Heeft u nog een favoriete YouTuber dat u hier bent? Ja, ik ben bij mijn dochter mee, dus ik wij gaan voor, hoe heet die ook alweer? Wie is de leukste YouTuber? Diana. Nou. Ja, ken je niet. Leg eens uit, wie is Diana? Geen idee. Nee, ik weet het wel hoor, ik ben benieuwd naar het antwoord. Nee, ik weet het ook niet. Wie is Enzo Knol? Ja, die ken ik wel, Enzo Knol. Ja, die ken ik. Vertel eens wat over hem. Ja, die hele leuke liedjes, dat weet ik dan wel. Maar... Enzo Knol van de leuke liedjes, ja. Voor mij klopt dat niet helemaal. Ik weet het niet. Ik ben hier als begeleider mee, zeg maar. Dus, Koffie drinken. Koffie drinken, tosti eten. En in de warmte hier wat rondhangen. Ja, het is warm, hè? Warm en druk, ja. Ik zal even mijn shirt uitdoen. Ik word er niet warm van. Oh, nou. Ik wel. Oh, dit komt niet op YouTube, hè? Dat is het probleem, dus juist wel. Meer dan 100.000 kijkers, dus. Leuk, ja. Super. Gezellig. Gezellig, ja. Lol. Goedendag, mevrouw. Hallo. Wat bent u aan het doen hier? Werken. Maar ik wil eigenlijk niet, opgenomen of weet ik veel worden. Dus. Maar respecteren geen privacy. Nee, ja, dus... Nee. Ik rol weer weg. Cool. Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Rick's Avonturen. Geef hem een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En dan zie ik jullie over 2 weken weer met een nieuwe Rick's Avonturen. Doei!